We staan hier. We staan hier op de bakermat van de luchtmacht. Jammer dat het nou dicht is. Ja, dit is voor mij wel een dag met een lach en een traan. Het is natuurlijk mooi dat we goede afspraken hebben kunnen maken over de toekomst van dit gebied. Maar wel heel jammer na zoveel jaren geschiedenis om hier te vertrekken als luchtmacht. U zegt dat terecht zoveel jaren geschiedenis. Het is hier ooit begonnen in 1913, als ik het goed onthouden. Met een klein artsveld eigenlijk. Dus ja, het is wel erg zuur voor iedereen in Soesterberg namelijk dat het nu een einde is. Ja, iedereen herinnert zich nog een prachtige foto van koningin Wilhelmina hier inderdaad in het gras met het eerste vliegtuigje van de Nederlandse luchtmacht. Dat is hier allemaal gebeurd. Maar het goede nieuws daarbij natuurlijk is dat dat gevoel en die historie niet weggaat. Want hier is al het museum van de luchtmacht en dat wordt een groot legermuseum wat we hier gaan organiseren. Het herdenkingsteken blijft er natuurlijk. Kortom, de vliegtuigen zelf gaan weg, maar de historie en het defensiegevoel blijft. Oké, dat moet dan maar. Als oud-luchtmacht is het toch wel pijnlijk, maar goed, dat zult u begrijpen. Gaat u zich als staatssecretaris nog bemoeien met de verdere invulling van het nieuwe Defensiemuseum? En zo ja, welke? Jazeker. Ik wil er vooral de vaart in houden. We hebben nu vandaag het gebied overgedragen. En de ambitie is echt om in 2013 hier het nieuwe legermuseum te openen. Van zowel datgene wat nu in Delft zit, als datgene wat nu hier zit. En wat mij betreft haken er nog meer musea bij aan. Een mooi integraal legermuseum hier op deze prachtige plek. U heeft al terecht aangegeven dat 2013 100 jaar Koninklijke Luchtmacht zou een uniek jaar zijn om hier het nieuwe Defensiemuseum te openen. Daar ben ik wel voorstander van. Andere vraag, welke vliegvelden worden er meer gesloten in Nederland? Of zijn er al gesloten? Nou, u sprak net terecht al over pijn in uw hart als oud luchtmachter. En die pijn heb ik ook. Ja. Valkenburg dicht, Twente dicht, Soesterberg dicht. Wat mij betreft is het nu echt wel klaar. En hebben we eigenlijk in Nederland als luchtmacht al te weinig ruimte. Dus hier ligt wel de grens wat mij betreft. En de verdere samenwerking met Delft, want ik begreep dat Delft kan niet meer uitbreiden. Je hebt zoveel spullen in opslag dat ze daar dus geen kant op kunnen. Is dat voor beide voldoende ruimte om alle in opslag staande goederen en voertuigen hier uit te stallen? Ja, u ziet, er zijn hier geweldige hangaars. Heel veel ruimte, zoals ook op deze bijzondere plek. En dus heel veel van de depotgoederen van het Legermuseum in Delft worden nu al getransporteerd hier naar Soesterberg om hun opslag te voorzien. Dus begrijp ik dat de mooie startbaan waar we net op gelopen hebben ook gewoon intact blijft? De startbaan blijft gewoon intact. Ik dank u vriendelijk. Graag gedaan.